belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Gisteren werd de zaak Fogo behandeld in de rechtbank. Dat gaat over brandstichting in het belastingkantoor. Dat vond plaats op 22 augustus 2019. Sergio Francilon is eerder al veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf hiervoor. Gisteren stonden 3 andere mannen terecht. Het gaat om een familielid, eveneens afkomstig uit Haiti, en 2 Venezolanen. Tegen de 3 zijn gevangenisstraffen van 8 jaar en 2 keer 6 jaar geëist vanwege betrokkenheid bij de brandstichting. Extra melden het gisteren al, maar nu heeft ook minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio Kid Martina, bevestigd dat de regering PISAS akkoord is gegaan met het plan om het aantal werknemers voor ministers te verhogen van 5 naar maximaal 7. Martina legt uit dat dat gedaan is vanwege kostenbesparing. Dat lijkt niet het geval, maar als een minister dure consultants en specialisten moet inhuren, is die vaak meer geld kwijt dan als er 2 extra werknemers kunnen worden aangenomen, zo legt Martina uit. Na Qualectra, nós atuamos tempo para servir ora com mais de comunico. Chiama no centro de cliente na telefone 0800-035 de luna para viernes fora de setor de mente até com o setor de noite para turno serviço não off para transita. Se você quer transita para já sabra, também por favor. Para escolher para transita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nos vai mais fácil. Sim! Aqualectra su centro di cliente orta clapa servivo na e momento cuta cumini a bo. Voorzitter van de vakbond APVO, George Hernandez, snapt niet dat de regering op dit moment heeft besloten om het maximaal aantal werknemers voor ministers te verhogen van 5 naar 7. Hij gunt iedereen werk, maar zegt dat op dit moment Curaçao in een crisis zit. Het geld zou beter besteed kunnen worden, bijvoorbeeld naar het onderwijs, aldus Hernandez. Ook vanuit de politiek is er veel kritiek op de beslissing van de regering om het maximaal aantal werknemers voor ministers te verhogen. Michelangelo Martinez van de partij KEM zegt dat hij niet kan begrijpen dat de regering, die stelt er voor het volk te zijn, dit nu doet. Hij geeft aan, er is geen geld voor ambtenaren, er is geen geld voor mensen die onderstand krijgen, er is geen geld om het minimumloon te verhogen, maar kennelijk is er wel geld voor de regering om zichzelf te verrijken. Extra melden deze week dat er is geschoten op een huis in de Calle Merida in Sint-Jacob. Een dag later is er op hetzelfde huis geschoten, ook weer midden in de nacht. Het huis is geraakt en ook een huis daarachter. Maar er is niemand gewond geraakt. De eigenaar van het beschoten huis zegt vandaag in de Extra dat hij met niemand problemen heeft. De krant weet wel te melden dat de zoon van de eigenaar momenteel vastzit vanwege een gewapende overval.
Parlementariër voor de PNP, Corinjo Ungenaro, heeft een brief gestuurd aan minister-president Gilma Pik-Pisas over een probleem rond de notarissen op Curaçao. Volgens haar zijn er te weinig kandidaat-notarissen, waardoor notariskantoren bepaalde taken afstoten en klanten lang moeten wachten. Daarnaast worden kandidaat-notarissen niet voldoende betaald en is het daarom voor hen bijna uitzichtloos om notaris te worden. Gilma Pik-Pisas wil dat de minister-president hier aandacht aan besteedt. Voor het eerst is een bewoner van Sint Eustatius overleden die was besmet met COVID. Dat heeft de overheid gisteren bekendgemaakt. Het gaat om een patiënt die eerder dit jaar naar Sint Maarten was overgebracht voor verdere medische behandeling. Op de eilanden Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire zijn sinds het begin van de pandemie bij elkaar in totaal 495 coronadoden gevallen. De meeste op Curaçao, namelijk 207, en de minste op Bonaire, namelijk 26. Alleen op Saba is van de Caribische eilanden van het Koninkrijk nog geen coronapatiënt overleden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.